Hoe kun je een nare situatie uit het verleden rechtzetten, dankzij virtual reality? Dit is de Universiteit van Nederland. Een kerstverhaal, daar wil ik mee beginnen. A Christmas Carol, Dickens. Verhaal uit 1843, jullie kennen het allemaal. Het verhaal met de hoofdrolspeler Scrooge. Een enorme vrek. En wat gebeurt er met Scrooge? S'avonds op kerstversnacht komt een oude businesspartner bij hem langs. En die vertelt hem, je moet je veranderen. Je moet je leven gaan veranderen. Want als je zo doorgaat, dan als je doodgaat, dan zal je de rest van oneindigheid over de wereld blijven dolen als straf. Nou, is het niet zo gek dat er af en toe een businesspartner je komt waarschuwen... Was het niet dat deze al twee jaar dood was. Dus dat is er eens in het verhaal. Maar Scrooge negeert dat allemaal. En we weten het allemaal. Snas krijgt hij bezoek van drie geesten. Welke drie? De eerste was voorgaande kerst. Dan wordt hij teruggebracht naar zijn jeugd. En dan ziet hij hoe het vroeger allemaal was met kerst. Tweede geest. De tweede geest is de huidige kerst. Die laat hem zien hoe zijn businesspartners en zijn collega's zeggen thuis kerstmis vieren en hem eigenlijk over hem ook nog een beetje aan het roddelen zijn. En de laatste geest die terug bezoekt die nacht is de geest van toekomstige kerst. En dan die laat hem zien wat er gebeurt als hij zal overlijden. Iedereen enorm feest, ze staan geloof ik te dansen op zijn kist. Nou, wat ik nou zo interessant vind aan dat kerstverhaal, leuk verhaal natuurlijk, maar het interessante aan het verhaal is dat Scrooge... ...na die ervaringen zichzelf gaat verbeteren. En als hij ochtends wakker wordt, gaat hij weer aardig zijn tegen andere mensen. Hij wordt vrijgevend en hij is dus helemaal veranderd. Dus die ervaring die hij heeft opgedaan, verandert de mens. Nou, wat kunnen we hier nou van leren? We kunnen één ding bijvoorbeeld zien. Dus als je iemand wil veranderen, nodig drie geesten uit. Is misschien wat moeilijk? Ik wil een makkelijker voorstel doen? Zet iemand in virtual reality. Want virtual reality eigenlijk is eigenlijk niks anders dan een ervaring Nou, dat wil ik laten zien, hoe het dus mogelijk is door mensen een ervaring te geven dat mensen gaan veranderen. En dat wil ik aan de hand doen van het kerstverhaal. Dus we beginnen met de eerste geest. We gaan terug naar het verleden. Nou, daarbij wil ik eigenlijk praten over een onderzoek wat we doen. Mensen met posttraumatische stressstoornissen. Die hebben iets verschrikkelijks meegemaakt in hun jeugd. Neem bijvoorbeeld mensen die seksueel misbruikt zijn. Ik heb een verhaal gehoord van een persoon die ons systeem heeft gebruikt... ...waarbij ze zelf een ruimte moeten nabouwen, een kamer moeten nabouwen... ...waar bijvoorbeeld het misbruik is gebruikt. Deze persoon, wat zij zei, ze zei... ...ik wist altijd wel, dat heeft iedereen me ook verteld... ...ik was klein, ik kon er niks aan doen. Maar toch knaagde iets van binnen dat ze het gevoel had van... ...ik had het iets moeten doen, ik had het niet zo makkelijk moeten toegeven of zo. Enigszins is mijn schuld. Nou, het mooie is, met virtual reality moest deze persoon... Die kamer nabouwen, zichzelf erin zetten, maar ook de dader. En toen zag ze eigenlijk fysiek wat er eigenlijk aan de hand was. Ze zag ineens dat zij hartstikke klein was en haar hartstikke groter dader daarbij zat. En toen realiseerde ze zich door te zien, want ik had er helemaal niks aan kunnen doen. Ik was gewoon machteloos. Die volwassenen, die hadden het voor het zeggen. En dat kan je dus doen met virtuality. Je kan dus teruggaan in de tijd en opnieuw eigenlijk een interpretatie geven van zo'n gebeurtenis. Verder met ons kerstverhaal. De geest van huidige kerst, huidige kerst, want het is snel anders. Nou, dan wil ik jullie meenemen naar een onderzoek wat mensen gedaan hebben. Die hebben mensen uitgenodigd, een aantal proefpersonen, en hebben gezegd, kom binnen, kom binnen. We willen wat fotomateriaal van jullie. En dat hebben ze genomen, en toen hebben ze dat gedaan. Hebben ze dat fotomateriaal gebruikt om een virtueel karakter van iemand te maken. Dus wat hebben ze gedaan? Een karakter van die mensen gemaakt. En hebben ze in virtual reality die persoon laten zien. Maar wat deden ze nou? Ze deelden die groep op in drie. Eén groep zag zichzelf in virtual reality aan het sporten op een, uh, op een lopende band. Kan je zien? De andere groep zag zichzelf. Een beetje staan te lummelen, niks aan te doen. En de derde groep zag iemand anders aan het sporten. Nou, ze zei helemaal niet wat ze ermee aan moesten. Ze hadden tegen deze proefpersonen gezegd: Je moet een beetje op een bos letten, daar komen wat cijfers. En achteraf gaan we dat vragen. Nou, mensen een paar minuten te kijken. Daarna, dankelijk bedankt, vriendelijk. Ze mochten naar huis. Maar een dag daarna belden ze die mensen op en zeiden ze: Wel vragen, heeft u gisteren aan sport gedaan? En nou wordt het interessant. Wat het verschil is tussen die groepen. Wat denkt u wat het verschil was tussen de groep die zichzelf heeft zien sporten? Die had één uur meer gesport die dag. Eén uur. Nou, Dat is heel vreemd, denk je. Waarom ga je dan nou één keer meer sporten als je jezelf ziet sporten? Nou, om dat te begrijpen moet je daar denken. En dan blijven we op de universiteit waar dit onderzoek gedaan is, in Stanford. En daar zit Bandura en die heeft de sociale cognitieve leer theorie geformuleerd. En die theorie zegt, mensen leren door ook mensen na te doen. Dus als ze iemand anders iets zien doen, denken ze, nou, dat kan ik eigenlijk ook wel. En dat overnemen, dat nabootsen, doe je vooral als je heel dicht kan identificeren met iemand anders. Nou, wie kan je het beste mee identificeren? Jezelf. Dus daarom deden deze onderzoekers een virtueel karakter van jezelf neerzetten. En daardoor gingen mensen dat gedrag van zichzelf eigenlijk kopiëren. En ze noemden het een virtuele dubbelkenger. Nou, wat deden deze onderzoekers nog meer? Ze dachten, nou, we zijn toch leuk bezig. Ze nodigden weer mensen uit. En dit keer gingen ze de lengte van mensen veranderen. Want lengte hecht iemand hun eigen waarde aan. En dat gebruikten ze. Ze gingen deze mensen uitnodigen voor een onderhandelingsspel. Ze zeiden, je gaat straks in virtual reality met iemand anders onderhandelen. En daarbij mogen je vier zetten, vier zetten. Steeds moeten jullie 100 dollar verdelen. En één iemand is aan het beurt en die mag bepalen wat er gebeurt met dat geld. Die mag zeggen, nou, het wordt 50-50, jij krijgt 50 en ik krijg 50. Of ik kan zeggen 90 voor mezelf en 10 voor jou. En dan moest de ander zeggen, van dat doe ik mee. Nou, dan werd het geld zo opgedeeld. Of die ander zegt: ja, mooi, gaan we niet doen. En dan werden de rollen omgedraaid, dan mag de persoon in de virtuele wereld een voorstel doen hoe. Opnieuw weer 100 dollar werd verdeeld. Nou, deze is vier keer. Nou, wat deze onderzoekers nou nog van tevoren. Drie groepen werden er gemaakt. Eén groep kreeg de persoon die 10 centimeter langer was. dan zijn opponent waarmee hij moest onderhandelen. 10 centimeter langer. Dus hij kreeg die eigenwaarde, wilde dus ze proberen te verhogen. Andere groep kreeg een even lange avatar. Een virtueel karakter. En een andere groep, 10 centimeter korter. Ja? Nou, in de virtuele wereld, dat onderhandelsspelletje gedaan. En nu wordt het interessant. Wat gebeurde daar nou mee? Nou, die groep, die eigenlijk even lang was, of wat korter, zo, daar gaat het op: korter. Die bij een tweede keer als zijns beurt mochten doen, hè, dus, dan zei ze nou: 52 voor mij en de rest voor jou. Gaan we bij die groep kijken die wat langer was? Die zei je: 60 dollar voor mij. een beetje arroganter, kan je zeggen, in de onderhandeling. En nou, het interessante is de laatste zet. De laatste zet werd gedaan door die virtuele karakter. En die ging een bot doen van 75, 25. Dat is een beetje een onredelijk bot. Nou is de vraag, wie zou het accepteren? Nou, de mensen die korter waren, ongeveer 70% accepteerden dat. Mensen die langer waren, 38% wilden het maar accepteren. Dus je ziet, de mensen wisten geen eens als ze langer of korter waren maar dat beïnvloedde hoe mensen de wereld zagen. Nou, nu we toch bezig zijn met mensen aan het veranderen, waarom niet alleen de lengte, waarom niet de huidskleur veranderen? Onderzoekers in Barcelona hebben dat gedaan. Daar hebben ze hebben een groep dames uitgenodigd, blanke dames, en die hebben ze een avatar gegeven met een andere, een donkere huidskleur. Nou, waarom wilden ze dat doen? Ze wilden kijken of mensen hun vooringenomenheid, impliciete raciale vooringenomenheid, zou veranderen. Nou, wat is dat nou? Een heel moeilijk verhaal, natuurlijk. Nou, denk eerst dat je in de krant zou lezen de hele tijd over marsmannetjes die fietsjatten. Overal in de krant: marsmannetjes fietsjatten, fietsjatten. Dan iemand tegen jou zegt: Marsmannetje, eerste link in je hoofd, fietsenjatten. En niet uh, kom bloemetjes rondbrengen. Dus, hoewel je misschien niet een racist bent, wordt heel snel die link gelegd. Nou, was de vraag die die onderzoekers hebben. Als je nou jezelf uh, met de andere huiskleur zou zien voor een tijdje. Zou dat veranderen? Nou, hoe zagen die mensen dat nou? Ze zagen zichzelf in een virtuele spiegel. En dat wil ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Dus die virtuele spiegel, iemand heeft zo'n pak aan met bolletjes, dat die computer hem precies kan volgen. Zo'n grote bril op en kan rondkijken. Je ziet ook bovenin wat die persoon ziet. En hier zie je de spiegel. En ze kan zichzelf zien. En nou zou je zien, ze gaat zichzelf bewegen. En je ziet in die spiegel, kijk eens mooi, beweegt het helemaal synchroon mee. Dus mensen kregen echt het idee, dat is mijn lichaam, dat was het idee natuurlijk. Nou, wat deden die onderzoekers? Drie dagen voordat mensen uitgenodigd werden, deze een test. Een soort associatietest, Moet je heel snel woorden verdelen. En als je dus je vooringenomenheid hebt, dan gaat het wat moeilijker, wat trager ben je. Dus dat deden ze drie dagen van tevoren. Nou, toen mensen uitgenodigd, één groep kreeg een blanke avatar, de andere een donkere huidskleur. In die wereld, in die spiegel zichzelf gezien... En daarna weer die test. En weet je wat er toen gebeurde? Die mensen die dus die donkere huidskleer die scoorden ineens veel lager op die test. Dat is toch bizar? Ze dus heb je zelf in een andere huid gezien en ineens zie je de wereld ook anders. Terug naar ons kerstverhaal. We gaan nu over kerst van de toekomst hebben. Nou, dat deed ze ook in Stanford. Daar wilden ze een verhaal. Hoe kan je nou mensen. Eigenlijk beter sparen voor een pensioen. Want het is toch heel moeilijk, mensen sparen niet zo graag voor een pensioen. Toen kwamen ze op een interessant idee: kan je iemand zijn toekomstige ik laten zien? Nou, wat deden ze dus? Eigenlijk een computer software applicatie pakken om iemand oud te maken. Nou, ik heb ook een foto van mezelf gemaakt. Je kan het zien. De ene kant is nu en de andere is, ja, stel voor dat ik er over 70 jaar zo uitzie. Dus niet, nou, een avondje stap is deze foto. Het is gewoon een, een foto, een lager overgezet, Kun je eigenlijk denken, dan zie je deze oude rimpels. Nou, wat deden deze onderzoekers? Die pakten deze foto en maakten daar ook zo'n virtueel karakter. Nodigden mensen uit, een jonge groep, 20 jaar ongeveer deze groep. Deden ze op in twee groepen. Eén groep kreeg een avatar te zien om wat ze nu waren, 20 jaar, ook in zo'n virtuele spiegel. En een andere groep kreeg een avatar te zien, zo'n virtueel karakter, dat ze 70 waren. En dan mochten ze ook eventjes een tijdje kijken in die spiegel. En daarna zeiden ze, dankjewel, dankjewel dat je dat even gedaan hebt. We hebben een interessante vraag voor jou. Nou, stel je voor, je krijgt 1000 dollar. Hoe ga je dat verdelen? En we hebben vier opties die we geven. Je kan het aan iets leuks uitgeven, een object, weet ik een mooie dure auto. Of uh, kan je daarvoor sparen? Of een feestje of zo, zo'n event. Je kan het op de bank zetten. Of je kan het wegzetten voor een pensioen. Nou wordt natuurlijk de vraag: hoeveel geld hebben die mensen nou weggezet gemiddeld voor een pensioen? Nou, gaan we naar de nummers kijken. Voor de mensen die dus zichzelf zagen, die deden gemiddeld 80 dollar. Nou wordt natuurlijk de vraag: die oude groep. Die hun ik heb er gezien, maar van oh, 70 jaar oud. Die zetten gemiddeld 172 dollar weg. Dus twee keer zoveel. Twee keer zoveel als je mensen even hun oude ik laat zien, gaan ze ineens veel meer nadenken over hun pensioen. Nou, waarom is dat nou? Nou, wat deze onderzoekers eigenlijk zeiden, het is voor mensen heel moeilijk om een connectie te maken met hun toekomstige ik. Dit is bijna een vreemdeling die je eigenlijk nooit gaat zien en daar moet je geld gaan wegzetten voor je pensioen. Nou, met dit onderzoek wilden ze laten zien, als je iemand dus heel concreet zichzelf over zoveel jaar kan laten voorstellen, kunnen ze die dat band, die connectie leggen. En dan zijn ze eerder bereid om te gaan sparen voor hun pensioen. Nou, dat brengt ons weer terug aan het einde van ons kerstverhaal. En ik heb laten zien dat je dus virtuality kan gebruiken om ervaringen te genereren. En eigenlijk het punt is, als je het samen wil vatten, het college, is eigenlijk ervaringen kan je mensen laten veranderen. Met virtual reality kan je ervaringen genereren. Dus, ze bij elkaar nemen. Met virtual reality kan je dus mensen veranderen. Nou, wat wil ik doen in het volgende college? Dan wil ik eigenlijk kijken hoe je virtual reality kan gebruiken. bijvoorbeeld om te bestuderen hoe een opstootje ontstaat. En hoe je dat ook kan voorkomen. Daar ga ik de volgende keer over hebben.